Nee, is goed. Ik spreek je vanavond weer. Ongelooflijk lekker meisje wat ik gisteravond heb ontmoet en bij me is blijven slaan. Oh, hey, sorry, ik zag jullie niet. Ik was even in gesprek met... maakt niet uit. Welkom in deze nieuwe video. Banjo Tao, yo, what up, gasten. Het is een hele brakke zondag voor mij. Ik was net een video aan het monteren van FIFA. En ik kom erachter dat de eerste helft van mijn facecam ontbreekt. Maar ik dacht bij mezelf, fuck it, het maakt niet uit. FIFA, een nieuwe gameplay serie voor jullie op Banjo Tao. Elke zondag nu. Op Banjo Town, van mij voor jullie. Ik dacht, het is zo leuk, ik ga hem gewoon alsnog uploaden. Ook al is de eerste helft, is het zonder gameplay. Vanaf de tweede helft heb je mijn gameplay erbij. En ja, dus veel plezier van FIFA vanaf nu elke zondag op Banjo Town. Ik moet heel eerlijk zijn, ik vind deze video's het zelf misschien nog wel het allerleukste om te maken. Ik hou van FIFA. Veel kijkplezier. Wacht, we kunnen niet gewoon beginnen met... Ik begin nu wel echt... Insta. Wat een hel. Ik zit hier gewoon nog te googlen. Ja, het was te googlen. Te kijken hoe ik ga... Aanval. Oh, hier hebben we wat aan. K is een steekpaas. Oh, hier. Ja. Wat hebben we hier? De sliding behouden. Oh, Jezus Christus zeg. Let op! Thuisploeg, Jury. En wat denk je daarvan? Deze kijk, ja, daar gaan we al. Ik kijk één keer even in de instellingen en Eagles doet het al zo. Maar dit is waarvoor we het doen hoor. Ja, kijk nou. Ja! Dat was de eerste keer dat we de bal hebben verneukt. Gefeliciteerd voor ons allemaal. Oké. Ja, nee! Ik ging ook gewoon direct gillen. La 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 la. Ja, ren voor de bal! Oké, ik weet niet welke knop ik indrukte, maar die moet ik even onthouden. Ja, nee. Kom op! Even weer naar de instellingen kijken, mensen. Even kijken hoor, het verdedigen, dat is even handig om te kunnen weten. K gaan we niet indrukken, dan komt de keeper uit. Die wil nooit dat de keeper uit gaat komen, dat is altijd verschrikkelijk. Spatie is een tackle, duw of trek. Jezus, sliding. Ik snap hem. Dit komt helemaal goed. Geloof mij. Redding! Huppakee! Nee! Oh, ik dacht al. Kaart. Ja, ik snap hem wel. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding. You got to be kidding me. En die vrije trap stuit op de muur. Met alweer een corner. En gaat uit. Jezus, malezes zeg. Ga nou weg met die man. Ga nou. Ja, hoe red ik met de bal? Hoe ren ik met de bal? Dames en heren, even kijken hoe ik ga rennen met de bal. Oh, ik heb dit veel te lang niet gespeeld. Ik zit echt even... Wow. Loopactie, control links. Oké. Alright, we komen er wel. Ik heb echt gewoon een actie nu verneukt. Control links, sprinten. Ja, dit wordt hem. Let op. YOLO, waterpala. Ja. What the fuck? Dat is hoe we het doen. Oh, what the fuck? Dit is zo onterecht. Prima doelpunt, natuurlijk. Het was een prima doelpunt. Ik wist het wel. Kijk dan. 500 mensen die lopen te kutten met die bal. Dan rolt die bal er nog in ook. Oké, ik ben helemaal blij. Oh, ja, ik ben vet. Ik ben niet de beste in verdedigen. Dus even afwachten tot de eerste rode kaart, maar op dat moment wil ik wel 2-0 voor staan. Wat gebeurt daar? Hij neemt hem. Dat is een fijne als je kutclubs hebt gekozen en nooit zorgen te maken om de vrije schoppen. Jammer dat Zwolle trouwens niet de kleur rood heeft, want dan was het gewoon de kleur van Laris Wally. Valkenburg. Wat flauw. Ja! Hier! De 2-0! Ah, van de lijn, dit ga je toch niet menen? Schiet hem erin! Alles voor de keeper.
2-0 bij daar. Volgens mij had ik die bal ook af kunnen geven. Ah, what the fuck? Dit is heerlijk. Dit wordt menens. Het blijft gelijk. Het scheelde zo weinig. Het scheelde echt zo ongelooflijk weinig. Ja, diepe bal. Rennen, motherfucker. Rennen. Hij blokkeerde mij. Is dat geen rode kaart of zo? Ja! Ja! Oh! Ah! Dat kan je toch niet menen? Wat is dit nou voor een goal? Achterlijke klap, idioot. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Deze jongen. Ja, nee. Ja! Nee. Ja. Nee. Toch echt een hele. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Dat was hem hoor, de eerste helft. Daar gaan we voor de tweede helft. Ik. Bam! Op de knieën. Bam! Op de knieën. Het is echt verschrikkelijk, maar. Ik weet ook even niet hoe ik beter kan gaan verdedigen dan dit. Oké. Oh! Ja, dit is kut. Dat scheelde zo weinig, hè. La. Palalala poli. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nou, dit is een doelpunt. De bal is hier. Gewoon alsof er niks is gebeurd. Goed hoor, hij hoeft er niet over na te denken. In de hoek. Ik heb echt 3, 4 miljoen grote kansen gehad. Het staat 1-1. Ja, 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 ja. Nu doen. Ja! Kort de bal! Deze doelman niet. Dit is niet normaal. Ja! Rennen! Ren! Kijk, op 2. En dan spog ik 3. 3 op rij. En nog steeds gaat die bal er niet in. Als ik deze pot verlies, dan word ik heel verdrietig. En is mijn dag kapot. Alsjeblieft, laat mij winnen. Ook al ben ik niet zo heel erg goed. Fuck it! Scoren is wat ik moet! Boom! Ja! 2-1! Oh! Ik weet niet wat ik daarnet zong, maar dat is het lied van de doelpunten. Bij deze, het lied van de doelpunten. Is het niet prachtig? 2-1! Even terugkijken, even. Oh, kijk hem nou. Wat een steekpaas, in één keer afronden. Ik denk dat iedereen wel snapt hoe magisch dit gevoel. 3-1! Maak er 3-1 van! Kut, ik ben helemaal panisch, jongen. Maak gewoon die 3-1 en dan zijn we allemaal klaar ermee. Het is niet alsof ik vraag om een 4-1, een 5-0, 3-5 of wat dan ook. Het is een 3-1. Haal die bal weg. Ja. En rennen als motherfucker over het veld. Rende maar weer langs, ik heb hem nu uitgeteld. Antonia gaat mee, maar we schieten hem zelf erin. Ja! Daar, bam! 3-1. Wow. Wat een wedstrijd. Daar is nog een keer de treffer. Zwolle, oh. Het scheelde zo. Ik heb ook hulp gekregen van de Zwolle-speler. Dankjewel. Rennen, Antonia, rennen! Nu maakt de 4-1. Wat een waanzinnig schot. Rustig. Oh, die bal, jongens. Let op die bal. Daar draait een hele verkeerspel om. Ik wou net zeggen, sorry, die bal ging even naar voren en ik dacht, oh jee. Ja, kom op, rennen voor je madder. Ah, dit is flauw, dit is flauw en lelijk. Ja, mooi, dankjewel. Daar lijkt die voorzitter mee te spelen. Oei, daar gaat iets niet goed, dat lijkt op een spierblessure. Mijn Marnix Kolder is een beetje geblesseerd, maar ja, het is nu toch de 90ste minuut. Boom! 3-1. We hebben het gedaan. Go Ahead Eagles. Ik ben trots op mijn clubje. Ik ben weer trots op die jongens.
Kijk ze nou, ga maar even feesten jongens. Ga maar lekker met z'n allen een biertje drinken. Jullie hebben het verdiend. Die prachtige pixelleden publiek. Ik ben iedereen dankbaar voor het kijken hierna. Geef vooral een groen duimpje en tweet deze video naar al je vriendjes en vriendinnetjes. Ik ben heel erg benieuwd. Willen jullie meer FIFA video's van mij? Laat het weten in de reactie beneden. Dan ben ik hopelijk binnenkort terug met een nieuwe FIFA video. Als jullie dit leuk vinden natuurlijk. Bye!